krijgt Johan Stekelenburg de Tilburgers naar de stembus? Frits Bolkestein op campagne zegt dat Kok mede verantwoordelijk is voor de opkomst van Fortuyn. En Fortuyn zelf vindt de kritiek van Kok een premier onwaardig. Goedenavond, welkom bij een gezamenlijke verkiezingsuitzending van Nova en Den Haag vandaag. We doen verslag van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. En we gaan het hebben over opkomst. Zo dadelijk ziet u de uitslagen van een peiling, maar eerst Tilburg. Want daar is de interesse voor de politiek gering. 90% van de inwoners is niet in staat om ook maar één raadslid te noemen. En al jaren is de opkomst bij verkiezingen in Tilburg het allerlaagst van Nederland. En bij tussentijdse verkiezingen, 3 jaar geleden, werd maar net een opkomst van 40% gehaald. En dus probeert de enige bekende politicus van Tilburg, en dat is burgemeester Johan Stekelenburg, met een kleine campagne zijn Tilburgers naar de stembus te verleiden. De reportage is van Art Royakkers. Ik heb eigenlijk zoiets van, ik denk dat die stem toch niet telt. Dat idee heb ik eigenlijk gewoon van, ja, ze doen toch wat we bij hun willen. We kunnen er niet in, niet hier langs, dus daar moeten we even omheen lopen. Deze deur leidde naar het stembureau met de laagste opkomst van Tilburg. Deze deur leidde naar het stembureau waar amper mensen naar binnen kwamen. Wat hebben jullie de hele dag zitten doen toen? Nou, we hebben elkaar beter leren kennen, er waren er nog twee. We hadden de krant, we hadden iemand die had een boek bij zich. Nou, dat duurde een tijdje. Tilburg, moderne industriestad. Hier in de Vogeltjesbuurt kwamen 4 jaar geleden maar 350 burgers stemmen. 1 op de 5 kiesgerechtigden. En de totale opkomstcijfers van de stad bungelen ook al jaren onderaan het landelijke lijstje. Niet zo vreemd, zegt SP'er Tini Cox, 17 jaar lang raadslid geweest en Tilburger in hart en nieren. Ik denk dat de bevolking van Tilburg het idee heeft dat het gemeentebestuur iets anders is. Dat dat niet iets de democratische vertegenwoordiging van de mensen uit de stad is. Dat het niet een orgaan is dat redelijk goed luistert naar wat er hier gebeurt. En dat de Tilburgers dan denken, nou, als je niet naar ons luistert, luisteren wij ook niet naar jou. En gaan we niet stemmen. Vandaar de lage opkomst. Ja, en verder zie je dat hoe armer de buurt, hoe minder mensen stemmen. Dat de politiek niet leeft in Tilburg, zag ook PvdA-wethouder Hamming. Sinds 2,5 jaar gaat hij op koffiebezoek in onder andere de Vogeltjesbuurt. Om, zoals het in politieke taal heet, de burgers te betrekken. Maar mensen zijn te ongeduldig, vindt hij. Sommige dingen kosten tijd. Maar ik denk dat burgers echt erkennen dat er ook in deze wijk veel gedaan is. En veel wordt gedaan de komende tijd. Hallo mevrouw. Hallo. Weet u wie dit is? Nee. Zou ik niet weten. Uw enige echte wethouder. Oh. Hallo. Goedemorgen. Hoi, bent u wezen stemmen 4 jaar geleden? Nee. Gaat u deze keer stemmen? Want volgende week woensdag is het weer. Ja, dat klopt. Ik zit te twijfelen, maar ik vind het heel moeilijk waarop. Er gaan maar heel weinig mensen stemmen in Tilburg. Wat vindt u daarvan? Dat is heel verkeerd. En weet u wat het is? Die hebben het meeste commentaar op de regering. En dat heb ik tegen mijn zwager ook gezegd. Ik zeg, je gaat nooit stemmen, maar geef wel uit je commentaar. VVD-lijsttrekker Barry Stok is met 20 dienstjaren het langzittende raadslid. De onderkoning van Tilburg wordt hij genoemd. Stok maakt zich niet echt druk over de lage opkomstcijfers. Ik denk wel eens dat het te maken heeft met dat het redelijk gaat in Nederland en in feite in Tilburg ook. En je ziet hetzelfde als met kerken. De kerken zijn leeg als het goed gaat en de kerken raken vol wanneer het wat minder gaat. Barry Stok, nooit van je hoort. Nee, die ken ik niet. Wie is dat? Jan Hamming, kent u die? Ja, Hanni ook niet. Nee, ik heb die ene naam gehoord, dat is Stekelenburg, en de rest ken ik echt niet. Niemand kent u? Nou, dat valt volgens mij wel mee, maar misschien heeft u de verkeerde mensen gesproken. Ik ben het meest bekende gemeenteraadslid, dus als ze mij niet kennen, dan blijft de rest verre achter. Dus, Je zat een beetje te wachten. En dan denk je, nou laat maar komen.
Ja, dan komt er niemand. Ja. En dan komt elke iemand naar binnen en dan weer eentje. En dan zaten we met z'n vieren te springen zo van wie gaat die mevrouw of meneer helpen. Hadden jullie verwacht dat er zo weinig mensen zouden komen? Nou, ik niet, want ik heb nog nooit zo gezeten dat er zo weinig mensen waren. Zo weinig? Het was wel heel weinig. Ja. Het is niet toevallig dat in Tilburg heel veel mensen denken dat het gemeentebestuur iets anders is dan de bevolking. Het is hier altijd zo geweest. Toen Tilburg textielstad was, toen wisten de arbeiders erg goed wat hun plaats was. En de regenten en de pastoors, die hadden de samenspraak van houd jij ze stom, dan hou ik ze arm. Dat weten mensen dat dat zo is. En dat is in hun beleving althans niet veranderd. Kent u iemand die gaat stemmen? Nee. Nee, echt niet. Ik zou het niet weten. Ik weet niet eens hoe dat moet. Ja. Echt niet. Nou heeft u al ooit gestemd? Ik zou nog eens niet weten waar ik op moet stemmen. En best allemaal doen of iets. Ik weet dit niet. Ik weet dat niet. Ik weet zus niet. Ik weet zo niet. Mevrouw, wat hebt u er zelf aan gedaan? Voelt u zich zo weinig betrokken bij de gemeenschap dat u niks weet? En niet binnen u opvoedt borrelen om te zorgen dat u wel iets weet? Tilburg is deze dagen bezaaid met posters van burgemeester Stekelenburg. Hij roept zijn burgers op toch vooral te komen stemmen. 10.000 euro kost deze motivatiecampagne. Maar het is de vraag of het werkt. Ik denk dat ze allemaal met hetzelfde probleem zitten. Niemand weet er eigenlijk echt iets van af. Waar moet je op stemmen? Het is, de een zegt dit, de ander zegt dat. En ja, je weet het gewoon niet meer. Ze moeten onderaan dus waar maken wat ze allemaal zeggen. Maar dat gebeurt niet, hè? Ik zeg, dat gebeurt niet. Het is veel beloven, maar weinig geven. Nou, meneer Stekelenburg, welkom in de studio. Niet om echt vrolijk van te worden, hè, die interesse van uw Tilburgers in de politiek. Nee, daar word je echt niet enthousiast van. Nee. Nu was het 3 jaar geleden, was het ook al helemaal vervelend. 40% opkomst, toch wel treurig. Deze keer beter of... Ik verwacht het van wel, omdat in de eerste plaats landelijk het beeld is dat veel meer mensen toch geïnteresseerd zijn. De combinatie tussen gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen levert ook altijd iets meer op. Dus ik heb goede hoop dat we van die 40 toch in de buurt van de 50 komen. Ja, en hoe wilt u dat bereiken door die billboards van u? Nou, die helpen natuurlijk een beetje om mensen bewust te maken. Maar er zijn in de stad heel veel discussies aan de gang over toch een paar belangrijke thema's die Tilburgers in ieder geval bezighouden. Maar die hebben ze de vogeltjes wijk niet meegekregen. Nee, maar politieke partijen doen er toch veel aan. En de media schrijven er ook nog wel wat over. Dus ik heb een goede hoop dat we dit jaar in de buurt van de 50 misschien nog wel. Dan zou u al een gelukkige burgemeester zijn. Nou, ik vind van wel, als je het percentage met 10% kunt verhogen, dan zijn er in ieder geval 10% mensen weer meer betrokken bij die politiek. Want als je nou kijkt dat 3 jaar geleden maar 40% naar de stembus ging, dan kun je ook natuurlijk afvragen, ja, met wat voor mandaat zitten eigenlijk die raadsleden daar? Ja, dat is het wel een beetje. Overigens in Amerika regeert Bush, geloof ik, met 25% van de stemmen. En die doet ook alles wat hij wil. Dus wat dat betreft is dat niet echt vergelijkbaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat het plezieriger is voor raadsleden, voor een college van BMW, als ze weten dat ze gesteund worden door tenminste de meerderheid van de bevolking. Dat werkt allemaal lekkerder. U zei het net zelf al. Landelijk lijkt het toch weer enthousiasme voor de verkiezingen zijn. Daar hebben we een onderzoekje naar gedaan. En daar gaan we even naar kijken. De stemintentie van de kiezer, zeker wel gaat 68% stemmen. En waarschijnlijk wel, dat is 8,9%. Waarschijnlijk niet 3,4%. Zeker niet 14,7%. En 5% weet het gewoon niet. Nou, meneer Stekelenburg, je kunt zeggen zo'n 77% als die bovenste bij elkaar optelt, zegt, wij denken er wel over of we gaan in ieder geval stemmen. Maar dat is iedere keer zo en toch komen er heel weinig. Of put u hier enige hoop uit? Nou, ik denk dat landelijk het beeld wel zo zou zijn dat we in de buurt, ik denk tussen de 60 en de 65% komen. In de grote steden is het altijd wat minder ook. In Amsterdam-Rotterdam is het toch altijd in de buurt van de 50 of daaronder. Maar het landelijke beeld zal best zo zijn dat 2/3 van de mensen zullen gaan stemmen. Oké, we hebben nog veel meer laten onderzoeken. Gaan we ook laten zien. Ja, wat zijn de problemen bijvoorbeeld die mensen tegenkomen in de steden? Wat zijn de belangrijkste problemen waar uw gemeente mee te kampen heeft? Criminaliteit en veiligheid 15%. Vervoer, mobiliteit, verkeersveiligheid 12%. Huisvesting ruim 9%. Allochtonen, illegale 6,6%.
En dan de grootste groep, weet geen probleem te noemen, 33,2%. Ja, dat laatste vooral. Ja, dat landelijk gaat vond dus goed, ik opmerkelijk. Gaat het dus goed blijkbaar. Ja, maar dat is raar. Ja, nou als je geen problemen weet te noemen, dan zijn er dus blijkbaar weinig. Maar vandaag... dat in combinatie met die lage opkomst, dat doet me denken aan die VVD-lijsttrekker in Tilburg. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen behoorlijk tevreden over wat er in de stad gebeurt. Precies, want die zei dat. Van, nou ja, als het goed gaat, dan ga je niet stemmen misschien. Ja, dat vind ik weer wat overdreven. Want je zult toch één keer in de vier jaar moeten zeggen van hoe het beleid zich zou moeten... ontwikkelen. Alleen maar zeggen van ik stem niet omdat ik redelijk tevreden ben met het beleid. Dat is volgens mij te weinig gebruik maken van de mogelijkheden die je nou eenmaal hebt in dit land. Maar het is natuurlijk wel zo dat er mensen zijn die bijvoorbeeld op andere momenten gebruik maken van hun invloed. Als er ergens in een wijk een bepaald plan is om huizen te slopen of te reconstrueren, dan zie je dat mensen die heel erg betrokken zijn opkomen. En er zijn wel mensen die een beetje verstand hebben van nadenken over waarom mensen naar de stembus gaan. Die zeggen van dat is eigenlijk de beste mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Ik vind dat dat moet gebeuren, maar dat je ook één keer in de vier jaar gewoon naar de stembus moet gaan, omdat ja, het stom is om je recht te verspelen en het bovendien ook je mogelijkheden om gedurende die vier jaar dan kritiek te leveren eigenlijk iets minder doet zijn, want als je niet gestemd hebt dan is de vraag of je wel dezelfde rechten hebt om de komende vier jaar dan ook alle kritiek uit te oefenen. Ja, dat is die campagne een beetje die u voert in Tilburg. Ja, ik hoor hem door. Dat andere tot slot van dit gesprekje vond ik ook heel gek. Al die lijsttrekkers die van die grote woorden gebruiken over criminaliteit en dat is het grote probleem. Dat is dus maar volgens 15% van de mensen een probleem. Ja, maar ik merk toch bij de verschillende bijeenkomsten dat veiligheid... Een heel zwaar thema is. Maar had u dan niet een veel grote percentage voor? Ja, maar dit is een landelijk overzicht. Ik denk dat als je in de grote steden dat onderzoek nog een keer zou herhalen, dat het naar mijn gevoel wel verdubbeld is. Oké, praat zo verder. D66 wil het al heel lang. En ze zien het dan ook als hun grootste wapenfeit dat het er nu eindelijk is. In Nederland kunnen woensdag op twee plaatsen burgemeesters worden gekozen. In Vlaardingen en Best om precies te zijn. Het blijft nog wel raadgevend, want de minister van Binnenlandse Zaken die heeft het laatste woord. Niettemin gingen de kandidaten in Best de straat op om campagne te voeren. En verslaggever Joost Karhoff die was erbij. Eén balletje gaat in mijn zak. Ja? Ja? Dan gaat er eentje in mijn hand. Ja? En deze gaat in mijn zak. Hoeveel balletjes stopt Nick in mijn hand? Eén, hè? Ja, hebben we echt goed gezien. Eén. Als ik hier burgemeester word, sta ik in 2003 in deze ton. En dan zal ik Prins Carnaval, als Best of Groei Klompengat geworden is, vanaf deze plaats, misschien niet hier, maar iets verderop, toespreken. En op dat moment in een buurt die klinkt als een klok. Dat beloof ik. Geen politieke partijen, maar burgemeesters op campagne. De inwoners van het Brabantse Best stemmen woensdag namelijk voor het eerst op een burgemeesterskandidaat. Je hebt die kans nooit gehad om te kiezen, toch? En het is misschien nieuw en misschien een voorbeeld voor andere gemeentes. Ik vind dit een heel goede, ja, van mij mag. Ja, en ik kies voor de dame. Dus dan weten jullie ook. Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje moeilijk. Of wie moet stemmen, moet het met die man of die vrouw vatten. Want dat vind ik wel een beetje moeilijk. Waar hoe ik over dingen denk, wat ik belangrijk vind. En dan kunt u misschien helpen om die keuze te maken. Om die keuze te maken. Ja. Ja? Oké, okay, heel succes. Ja, dankjewel. Wat maakt het, denkt u, verschil wie de burgemeester wordt? Nou, in mijn ogen weinig. Maakt weinig uit? Ja. Ik heb er al bij dezelfde soort ideeën. Ik denk dat er weinig uit zal maken. Mensen kiezen natuurlijk ook op een bepaald moment op een bepaald imago, op een image. En op zich vind ik daar ook niks mis mee. Als mensen daarop stemmen, waarom alleen maar op argumenten? Kan het ook een mix zijn. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn, vind ik. Ja, mensen zijn daar bang voor. Ik weet het van mijn collega's ook, die al meteen gezeten hebben van joh, je bent hartstikke gek, waar begin je nou in vredesnaam aan? De collega burgemeesters. Ja, voor zeker een aantal heeft dat zeker gezegd. Want 9 op de 10 burgemeesters vindt dat er veel mis is met dit referendum. Het is volgens de zittende burgemeesters niet meer dan een fopspeen voor de kiezers. Aan een fopspeen meedoen is nooit leuk, maar dat is het ook niet. Ik denk dat er is een aantal dingen gekozen om de burger dichter bij de politiek te halen. Waaronder een referendum als mogelijkheid om de burger mee te laten beslissen over de keuze die zij maken voor hun nieuwe burgemeester. En ik merk ook vandaag dat heel veel burgers het heel plezierig vinden om dat te doen. En dat betekent dat ook dat mijn idee is van geef nou zo'n referendum ook eens de kans. Evalueer daarna, prima.
En laten op basis van die evaluatie dan met elkaar eens beslissen of dat inderdaad een van die mogelijkheden ook is die we in de toekomst verder willen toepassen. Maar toch? Maar het van tevoren al volkspeen noemen zonder dat je weet wat zo'n referendum voor mensen betekent, dat vind ik jammer. Nou, ik vind het wel leuk als er, dat ik mijn stem ook mee uit kan brengen over de nieuwe burgemeester. En ik vind het al heel leuk dat er alweer eens een dame bij komt. Oh, dus u gaat op mevrouw Demmers stemmen? Die kans is er, ja. Zo, dat is helemaal niet zo. Niet belangrijk. Heel politiek niet, hoor. Dus het maakt niks uit of ze nou een referendum organiseren? Voor mij niet in ieder geval, maar ze doen maar. Het zou voor u geen reden zijn om dan toch naar de stembus te gaan? Nou. Als ik kijk naar de enquêtes die gehouden zijn en mensen die gezegd hebben te gaan stemmen, dan ben ik ervan overtuigd dat hier een hogere opkomst zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezing en tegelijkertijd ook het burgemeestersreferendum dan 4 jaar geleden. Hoe rekent u op? Nou, ik ga toch uit van ruim 75%. Dus 75% van de bevolking, terwijl dat 4 jaar geleden alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen een stuk lager lag. Demmers, kandidaat burgemeester hier in Best. Ja? Woon jij ook in Best, of niet? Woon jij ook in Best? Oh, dit is weer eens een keer wat anders. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, dus moeten we ook een keer uitproberen waar dat is. Hè? Maar of de beslissing aan ons valt, dat weet ik nog niet. We zullen toch in Den Haag verder uit moeten zoeken, denk ik, hoe dat verder moet. U bent bang dat dit toch niet zoveel invloed heeft? Nou, het zal wel meetellen, maar uiteindelijk beslist de Den Haag wel. Maar de voorkeurstemmen zullen misschien toch wel tellen. Het is een raadplegend referendum. En dat betekent dat zelfs de gemeenteraad hier daar in feite van af zou kunnen wijken. Maar ik denk dat dan een gemeenteraad, en ik ben overtuigd dat ze het hier ook niet doen, maar ook een minister die staat voor democratie, nooit de uitslag van een referendum naast zich neer zal leggen. Want dat zou de ultieme verwijdering van de politiek bij de kiezer zijn? Ja, dan moet je vooral ophouden met nog over democratie en de burger dichter bij de politiek brengen willen praten. Goed, van de ene burgemeester naar de andere. Aantrekkelijk vooruitzicht als u op die manier op campagne zou moeten gaan? Nou, wel echt, echte verkiezingen waarbij het ook over een programma gaat. Niet alleen maar op deze manier voor. Of iemand er leuk uitziet en of die bereid is om ook tijdens carnaval een tonpraat te verrichten. Dat lijkt me niet echt de manier om zo'n burgemeester ook politiek body te geven. En je kunt natuurlijk best praten over wat voor programma heb ik voor zo'n stad en hoe zou ik de komende 4 jaar of de komende 8 jaar, het hangt er vanaf hoe lang je dat doet, willen dat in deze stad richting aan het beleid gegeven wordt. Maar dat is dus allemaal niet aan de hand. Nee, dat is hier niet aan de orde, omdat het hier een zogenaamd wetgevend referendum is. Ja. En overigens ook nog gemeenteraad af kan wijken van de uitslag. Ik bedoel, ze zullen dat niet doen, want dan is het helemaal natuurlijk een fake situatie. Op zo'n manier of niet? Nee, ik zou er niet aan meedoen. Het trekt me helemaal niet op zo'n manier. Is het een zoethoudertje? Nou, het is natuurlijk toch de enige mogelijkheid die op dit moment de wet biedt. Want de andere mogelijkheden zijn nog niet gegeven. Dus wat dat betreft is het wel verstandig om te proberen daar wat in te oefenen. Maar heel reëel, echt over politieke items, daar gaat het natuurlijk niet over. Zullen we eens kijken of mensen het willen, hebben we ook laten onderzoeken. Burgers moeten zelf de burgemeester kunnen kiezen. 66,2% is het daarmee eens. Oneens 19,4% en weet niet ruim 14%. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, waarom doen we het niet in Nederland? Oh ja, een wonderlijk verschil tussen wat er in politiek Den Haag over gedacht wordt en wat burgers ervan vinden. Want in Den Haag is er absoluut geen meerderheid voor te vinden. Laat staan, ook grondwetswijziging, waar je dan nog grotere meerderheden voor nodig hebt. Ja, toch hoor je burgemeesters van grote steden dit weekend ook in die richting schrijven. Heel opvallend en overigens ook wel plezierig. Dus Cohen van uw partij, maar goed, uw partij heeft al in het partijprogramma staan. En op Stelten van de VVD. Dus dat is misschien opmerkelijker nog. Nee, het is wonderlijk dat die beweging nu op gang komt. Ook al omdat je denk ik toch signaleert dat de positie van burgemeester in dat nieuwe stelsel wat eraan komt, die dualisering, dus wat grotere afstand tussen het college en de raad, eigenlijk in een situatie zit dat hij niet echt ergens bij hoort. Hij hoort die raad te vertegenwoordigen en voor te zitten en daarnaast is hij voorzitter van het college. Ja, en de raad controleert waarschijnlijk in versterkte mate het college, waar die burgemeester ook weer deel van uitmaakt. Die hangt er een beetje tussen nu. Nou, hij hangt er een beetje tussen. En misschien dat nog wel de extra reden is om te proberen in de toekomst die positie van die burgemeester wat helderder te maken. Zou je er veel kiezers mee naar de stembus krijgen? Dat weet ik niet, maar het kan wel ertoe leiden dat in ieder geval wat heldere keuzes aan de orde zijn. En dat aanleiding zou kunnen zijn om het debat wat te versterken, wat politieker te maken. En dat daardoor wellicht burgers toch zeggen van hey, het is de moeite waard om daarvoor wel naar de stembus te gaan. Oké, praten we zo verder.
Bij andere politici en collega-lijsttrekkers ligt hij al onder vuur. Maar afgelopen weekend kwam daar ook minister-president Wim Kok bij. Hij opende ook de aanval op Pim Fortuyn. Volgens Kok roept hij op tot haat, verdeelt hij de samenleving en komt Fortuyn met geen enkele oplossing. Verslaggevers Willem Lust en Menno de Galan vroegen en kregen belet bij de lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Kijk, ik kan het gewoon aftellen tot 15 mei. Hè? Want dit wordt incident op incident. Wat men probeert is mij op eieren te laten lopen. Ik kan werkelijk niks meer zeggen. Want al die woorden worden op een gouden schaaltje gewogen. Nou, ik zal me daar niet... Ik blijf. Dat is het enige wat ik kan doen. Maar enigszins beduust is hij wel door de ongekende aanval van Kok. De minister-president die sprak over het aanzetten tot tweedracht en haat door Fortuyn, die mensen het land uit zou willen zetten. Als ook met regelmaat wordt gezegd, Nederland is vol en daar is de deur. Dan, ik vind het dat de minister-president ten eerste beter moet luisteren. In zijn positie, dat is de enige in dit land, moet je buitengewoon zorgvuldig zijn als je collega-politici kritiseert. Ik heb inderdaad gezegd dat Nederland vol is, dat is mijn standpunt. Ik heb dat ook uitvoerig beargumenteerd. En gezegd van ja, willen we de problemen in dit land niet nog erger maken dan dat ze zijn. Want we hebben grote moeite met integratie van grote groepen mensen die hier niet vandaan komen. Ja, dan moet je een keer een grens stellen en zeggen van we gaan nu met z'n allen aan de slag. En voorlopig geen nieuwe mensen erbij. Maar wat bedoelt u dat hij niet goed geluisterd heeft? Nou, ik heb helemaal niemand de deur gewezen. En dat vind ik dus, dat vind ik iets suggereren. U heeft wel gezegd dat mensen die niet integreren, dat die het land uit moeten. Dat heb ik niet gezegd. Wat ik heb gezegd... Mag ik even citeren? Ja, nee, waar het nu om gaat. Mag ik, u zegt dat u niet gezegd heeft. Elsevier 7 oktober 2000. Ja. Daar schrijft u... ook die herenigde familieleden moeten netjes integreren en anders terug naar waar zij vandaan kwamen. Ja, uiteraard. Van kijk, dat het grootste probleem na het asielzoekerbeleid in Nederland is het gezinsherenigingsbeleid. Maar dat is toch dan zeg je toch van of je integreert of je roepelt maar op. Natuurlijk, maar dat is ook een voorwaarde die je mag stellen als je hier komt. Maar het allergrootste probleem is dat ik zeg van ja, als je dweilt moet je eerst de kramer eens dicht. Maar waar zeg je nou dat hij niet goed geluisterd heeft? Want u heeft dat wel gezegd, als ze niet integreren, dan is daar de deur. Nee, wat ik zeg, dat is dat als je hier binnenkomt, dan is integratie een voorwaarde. En als je dat niet kunt of niet wilt, ja, dan moet je teruggaan daarna waar je het beter hebt. Hoe kunt u dan zeggen dat hij slecht geluisterd heeft? Want dat bedoelt u dan toch? Nee, ik wil hier helemaal niemand wegsturen. U wil mensen wegsturen die niet integreren? Nee, dat heeft u verschillende keren gezegd. Nee, u kunt daar eindeloos op terugkomen. Ik vind dat niet, ik citeer u nog een keer. Elsevier, 7 oktober 2000. Ja, niets vrijwilligheid. Ja, niets vrijwilligheid of gesmeek. Niet integreren betekent vertrekken. Ja, uiteraard. Dat is dus een voorwaarde die je vooraf trekt. En dat gebeurt in allerlei beschaafde landen. Als u in Denemarken of in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, dan worden er eisen gesteld als je hier komt. Maar waar heeft u nou slecht geluisterd? Wat zegt u? Waar heeft Kok dan slecht geluisterd? Omdat het de suggestie zou wekken dat ik zou stellen dat mensen die hier zijn weg moeten, dat zeg ik niet. Ik zeg vanaf nu, als mensen hier binnenkomen, stel je integratie-eisen. Nou, en daar moet je gewoon aan willen voldoen. Het is een soort contract wat je opstelt tussen nieuwkomers en de mensen die hier zijn. En als ze niet willen integreren, dan moeten ze gewoon... Ja, en dan is er uiteindelijk een sanctie van ja, dan moet je maar gaan. Als u dat gaat verzieken. Kok noemde Fortuyn ook asociaal, omdat hij hard wil snoeien in de WHO. Achter en onder. Maar iemand die durft beweren dat als iemand kanker heeft die niet in de WHO komt, en verder je bent arbeidsongeschikt en levensongeschikt, dus vergeet het verder maar, die is werkelijk op een asociale manier bezig. Er liggen ook voorstellen om de WHO pas te laten ingaan nadat je een aantal jaren hebt gewerkt. Stel u werkt ergens, u loopt een dwarslesie op door uw beroepsuitoefening, maar u bent er net een jaar aan het werk, krijgt u niks. Is dat rechtvaardig? Kortom, elke inperking van de regeling doet pijn. Nou, en dan moeten we maar afwegen hoe. Maar daarom ben ik niet slechter, maar
maar ook niet beter dan een meneer Kok. Bovendien heeft Kok een zeer grote verantwoordelijkheid bij het uit de hand laten lopen van dit dossier. Dat begon al met zijn voorzitterschap van NVV en FNV en later als bewindsman. Die man is 12 jaar aan het bewind in dit land en heeft dit dossier niet in de vingers gekregen. Ik zal hem er niet keihard op vallen. Valt hij mij dan ook niet eens zo flauw aan met dit soort met u asociaal te noemen? Ja, ik vind het zo goedkoop. Goedkoop vind ik het. En een minister-president volstrekt onwaardig. Dat wil ik er wel aan toevoegen. Pim Fortuyn. Zijn naam is niet voor het laatst gevallen vanavond. Integendeel, want hij werd ook genoemd door het tot nu toe drooggehouden partijkanon van de VVD in de verkiezingscampagne. Frits Bolkestein, eurocommissaris, hield een rede in Noordwijk en had het daar over de asielproblemen, waar hij als eerste ooit echt hardop over sprak in Nederland. En natuurlijk ook over Pim Fortuyn. In Noordwijk is collega Pim van Galen. Pim, was hij mild of was hij hard in zijn kritiek? Allebei, Rob, zou je kunnen zeggen. Eerst maar even dat milde. Stiekem heeft de heer Bolkestein toch een zekere bewondering voor Fortuyn. Want je zei het zelf, al 10 jaar geleden heeft hij dezelfde taboes aan de orde gesteld die Fortuyn nu aan de orde stelt. Migratie, asielbeleid, multiculturele samenleving. Maar daarna toch vooral hard, want hij moet voor Dijkstal, Bolkestein moet voor Dijkstal stemmen binnenhalen. En die haal je binnen door flink op Fortuyn af te geven. Ja, maar daar doet hij dan wel iets mee wat Dijkstal tot nu toe laat liggen. Klopt, Dijkstal is opvallend mild. Dat moet hij ook wel, want Dijkstal wil graag premier worden. Veel Nederlanders vinden hem ook de meest geschikte als premier. Dan moet je een beetje boven de partijen staan. En dus laat hij het gooien en smijtwerk over aan kanonnen die af en toe worden ingezet. Zorgvuldig, maar toch af en toe. Vorige week in Markelo de heer Wiegel. En vanavond in Noordwijk de heer Bolkestein. We gaan even terug naar 8 uur vanavond toen de heer Bolkestein hier vanuit Amsterdam arriveerde in Huis ter Duin. Meneer Bolkestein, ik zou bijna zeggen welkom in Nederland. Nou ja, ik ben hier vaak hoor, dus... Ja, helemaal uit Brussel, hè? Zo ver is het niet. Nee. Volgt u het nog een beetje, al die perikelen, Fortuyn, de heer Kok die boos is op Fortuyn? Ach, een beetje. Dag mevrouw. Wat verwacht u van de heer Bolkestein vanavond? Dat hij duidelijke taal spreekt. Is dat nodig? Is dus hartstikke nodig. Nee. Ik begrijp de mensen best. Die zeggen op Pim te zullen stemmen. Hun ongeduld is groot. En ze zijn die problemen zat. En de peilingen moeten een signaal zijn voor de gevestigde partijen. Maar wat Pim doet is belletje trekken. En als de mevrouw van drie hoog open doet, naar beneden roept, wie is daar? Dan hoort zij Charles en de Rebellenclub. En die redden het niet. In de verkiezingscampagne is het misschien leuk, aardig in het debat, maar van weinig nut in de Kamer. Natuurlijk heeft Pim ten dele gelijk. Ik wil dat niet verhelen. Vooral het migratieprobleem is blijven liggen. Over 15 of 20 jaar zal de absolute meerderheid van de bevolking in de 4 grote steden van buitenlandse herkomst zijn, met alle problemen van dien. De politici die dat hebben toegelaten, de heer Kok voorop, dragen een zware verantwoordelijkheid. Hun getalm en getreuzel, hun onbegrip en kortzichtigheid zijn mede verantwoordelijk voor de opkomst van Pim Fortuyn en de Fortunisten. Ik begrijp het ongeduld dus best van hen die zeggen op Pim te zullen stemmen. Maar nogmaals, de meeste dingen die hij zegt bevatten een deel van de waarheid. Maar het is een illusie te denken dat je die problemen met een tjaka kunt oplossen. Pim Fortuyn is de Emil Ratelband van de vaderlandse politiek. Hij brengt leven in de brouwerij, maar het bier is schraal. Uw partij onder leiding van de heer Dijkstal zit nu 8 jaar in het kabinet. Ja. U bent er 10 jaar geleden weer begonnen met die onderwerpen. Economische migratie, asielzoekers. En nou gaat de heer Fortuyn het opnieuw aan de orde stellen. Betekent dat ook niet dat uw partij in het kabinet gefaald heeft? Ik vind dat behoorlijk teleurstellend. Ja.
En dat is een punt waar Fortuyn echt gelijk heeft. Maar om dan te zeggen Nederland moet op slot, dat werkt gewoon niet. Nee, maar er zijn wel 15 tot 20 zetels onder het electoraat die vinden dat dat wel werkt. Ja, nou ja, dat zijn mensen die dat nu denken. En Fortuyn heeft nog bij mijn weten althans geen deugdelijk verkiezingsprogramma. Laten we er eerst eens naar kijken. Het is nog 2,5 maand tot de Kamerverkiezing. Kan nog van alles gebeuren. U bent heel helder. Pietje Bel, Emiel Ratelband, u maakt me een beetje belachelijk. Dat is uw goed recht vanuit Brussel en Noordwijk. Maar had de heer Dijkstra dat niet al veel eerder moeten doen? Want lijkt wel alsof de Paarse partijen geen raam met hem weten. Dat weet ik niet. Wordt u helemaal uit Brussel gehaald om dit soort teksten te debiteren. Nee, zo is het absoluut niet. Ik zit door de week werk ik in Brussel. Het is vandaag een maandag, maar ik ben dus het weekend ik meestal in Amsterdam. Dus het is geen kwestie van mij uit Brussel halen. De heer Dijkstra dopt zijn eigen bondjes. Doet hij dat goed? En dat doet hij uitstekend. Natuurlijk, de huidige peilingen geven aan dat er een verlies is voor alle drie Paarse partijen. Ja, na 8 jaar regeren. Zijn de mensen ongeduldig over oplossingen die zij verwachten en die niet aankomen. En dat is dus het ressentiment waar Fortuyn gebruik van maakt. En dat begrijp ik ook wel. Het is ook in zekere zin goed dat de bedden eens een keer worden opgeschud. Maar nogmaals, zijn benadering is te simplistisch. En 1, 2, 3 problemen oplossen kan hij niet. En dus zijn er mensen die op hem, die zeggen op hem te stemmen, die laten zich een klein beetje in de luren leggen door deze rattenvanger van Hamel. Ja, meneer Stekelenburg, u lacht erom, de rattenvanger van Hamelen. Maar ik wil even terug naar iets wat Wolken ook zei, namelijk over Kok. Hè, uw partijgenoot Kok. Hij zegt dus, als die politici met Kok voorop niet zo getreuzeld hadden, dan had Fortuyn nooit succes kunnen halen wat hij nu haalt. Nou, alsof de problematiek in dit land niet op een behoorlijke manier aangepakt is. Maar het is natuurlijk nu veel te lang getreuzeld en Wolken zijn genegeerd. Dat Fortuyn, en dat moet je hem ook nageven, best een stevig punt heeft op het moment dat hij het heeft over vraagstukken van asielzoekers, vraagstukken van ellende in steden en dat soort dingen. Alleen de oplossingen die hij geeft, die zijn, en daar praat ik bijna Bolkestein na, ontzettend simplistisch en ook niet echt. En daar moeten we met Fortuyn over in debat gaan en hem niet negeren en net doen alsof hij alleen maar een shorts van de rebellenclub is. Nee, maar dat blijft onverlet dat het verwijt richting Kok van Bolkestein keihard overeind staat. Als er niet zo lang was getreuzeld, als er niet zo lang was getalmd, als er niet zo lang politiek correct was opgetreden, want dat zit er natuurlijk allemaal achter, dan had hij Fortuyn helemaal geen kansen gekregen. Dan had u niet nu over oplossingen hoeven te praten. Alsjeblieft politiek correct blijven. Het gaat erom hoe je die problematiek van asielzoekers aanpakt. En dat is niet even met grenzen dicht of zwarte scholen verplaatsen of wat dan ook. Dat zijn de simplistische oplossingen. Maar die heel erg bij de mensen in goede aarde vallen. Waarom? Omdat mensen dus in een heleboel wijken jarenlang ze rot hebben gevoeld met die komst van al die buitenlanders. Ja, daarom moet je dat geluid is genegeerd. Die onvrede, als een soort olievlek, is dat uitgebreid. En daar is nooit, je kunt zeggen. Denk je nou echt dat de mensen op Pim Fortuyn stemmen alleen maar vanuit het gevoel dat dit kabinet onvoldoende een paar zaken heeft opgelost? Ik denk dat ze het vooral doen omdat Pim Fortuyn door zijn manier van handelen erin slaagt om dat toneelspel en zoals Bolkestein het ook onder woorden bracht, om dat op een hele goede manier te doen. Met, de minderheden. En maar als je één moment doorvraagt van wat is dan je oplossing? Hoe zie je dan dat, welke richting dat uit zou moeten gaan? Dan is hij niet thuis en dan weet hij gelijk niet meer hoe het verder maar moet. Maar betekent dat juist niet als nog niemand van de kiezers die nu achter hem aanlopen, als niemand nog doorprikkelt die man geen oplossing heeft, dat geluid, als we alleen maar dat geluid horen, hoe lang ze zich genegeerd hebben gevoeld? In de eerste plaats is het nog lang geen 15 mei. Ja, dat vind ik een dooddoener. Waarom nou? We komen de komende maanden best erachter dat de oplossingen van Fortuyn volgens mij absoluut niet de oplossingen zijn waar wij in een samenleving als de onze ook voor willen gaan staan en duidelijk willen proberen daaraan te gaan werken. Ja, bent u het eens met Kok die vrijdag zei dat hij oproept tot haat? Ja, ik vind dat niet, in de eerste plaats vind ik het iemand waar best
elementen in zitten die voor onze samenleving riskant zijn. Nee, maar de Kok zei, ja, maar ik vind dat Kok zei Fortuyn roept op tot haat. Ja, ik vind dat dat soort elementen, een element als Pim Fortuyn, bestreden moet worden door te praten over wat hij wil en wat hij van plan is. En dan is het zo ontzettend dun dat er bijna niks overblijft. Nee, dat hoorde ik. Maar ik vroeg, bent u het eens met Kok? Ja, door te praten over buitenlanders, door te praten over mensen die ziek zijn en dan in de WHO terechtkomen, brengt hij wel heel erg scheiding aan tussen bevolkingsgroepen, ja, maar in dat Nederland. Is wat anders. En dat leidt ertoe dat mensen toch tegen elkaar opgezet worden. Nou, laat ik het anders vragen. Vindt u het verstandig dat de minister-president dat zegt? Nou, je begrijpt best als iemand zegt dat iemand die kanker heeft in de WHO terechtkomt, dat een minister-president die ook iets te maken heeft met in ons land een beetje de boel bij elkaar houden, daar ontzettend boos over wordt. Nee, maar dat is wat anders. Oproepen tot haat, dat is de voorbode van het oproepen tot geweld. En dan heb je het over strafbare feiten onderhand in Nederland. Ik wil niet ontkennen dat ik ook in Pim Fortuyn elementen herken waarvan ik denk van laten we alsjeblieft bewaard blijven voor het feit dat deze man veel te zeggen krijgt in het land. Hoe gaat u nou bestrijden de komende tijd? Hoe moet dat gebeuren? Nou, gewoon door inwijken in het beleid ten aanzien van asielzoekers heel goed naar mensen te luisteren en te zorgen. En dat is overigens niet iets wat nu plotseling gebeurt, wat altijd al onderdeel was van de manier waarop ik vind dat je politiek hoort te bedrijven. Hoort te bedrijven, zegt u, maar het is toch te weinig gebeurd, hè? Anders had een Fortuyn niet zo succes gehad. Ja, maar er is nou ook weer zo'n gevoel van alsof Paars allerlei dingen heeft laten liggen, terwijl ze natuurlijk toch behoorlijk wat zaken aangepakt heeft. En Fortuyn profiteert alleen van een zekere onvrede over elementen die onvoldoende zijn opgelost. Maar op het moment dat je dan denkt van, nou gaat hij toe naar de vraag hoe het dan wel opgelost wordt, is die ook niet thuis. Nee, maar dus is dat nog te keren voor 15 mei? Ik denk het wel. Ik denk als we met elkaar goed bezig blijven om duidelijk te maken dat de oplossingen van Fortuyn niet de oplossingen zijn die wij in Nederland willen en B ook oplossingen die kunnen, dan denk ik dat we er best in slagen om Fortuyn een beetje terug te dringen, althans zijn invloed. Ja, dus de geluiden van Kok en Bolk zijn ze hard nodig? Die zijn denk ik hard nodig, ja. Goed. Nou, wel. Ze worden gevraagd vanwege hun naamsbekendheid. Bekende Nederlanders die niet zelf de politiek in willen, maar wel voldoende sympathiek voor een partij hebben om die onder de aandacht van de kiezer te brengen. Zo ook de politieke partij Scheveningen. Die wisten daar voetbalscheidsrechter Dick Jol te strikken om voor hen de lijst te duwen. U gaat toch ook stemmen? Lokaal. Met Dick Jol, scheidsrechter, lijstduwer, politieke partij Scheveningen. Maak geen fouten, maak een eindehalve geklets. Stemt onze partij de VPS. U wordt wel een beetje weggeblazen, meneer Jol, als lijstduwer hier. Nou, ik word niet echt weggeblazen, ik word weggeschild door Toby. En Toby is de klinker, hè? De klinker van Scheveningen. Toby houdt Scheveningen wakker. En u duwt de zaak mee? Ik duw, ik ben fors aan duwen en ik ben van plan om heel fors te gaan duwen. En tot waar wordt geduwd? Tot minimaal 6 zetels. Wat duwt u precies? Ik duw de politieke partij Scheveningen omdat ik vind dat onze Scheveningse cultuur moet behouden blijven. Ja, het is echt een rommeltje. Ja, en hoe komt dat nou? Ja, goed, ze zijn aan het renoveren, aan het herstellen, aan het vernieuwen. Maar ja, ik denk dat het maar, god, we zitten bijna weer het seizoen aan. Het gaat eigenlijk weer vollopen. Ja, en dan? Is dat ook een van de redenen waarom u bent gaan duwen? Ja, dat is een van de redenen waarom ik ben gaan duwen, ja. Meneer, mag ik u een koekje aanbieden? Een heel koekje en een heel stemmetje. Heel goed. Dankjewel. Nou joh, in ieder geval, we stemmen erop hoor. Dankjewel. Ik denk dat zeker. Hij ziet te slagen uit als op veld. Op veld? Ja, dan ben ik een beetje... Die veel dikkere koffie, nou wie zo geen... Oh. U gaat toch ook stemmen? Kies lokaal. Stem politieke partij Scheveningen. Waar staat u eigenlijk op een onverkiesbare plaats, meneer Jong? Hoe ik eigenlijk nog zeggen, in opleiding ben. Een jaar geleden begonnen, nu in opleiding. Nu meer geïnteresseerd in raken, dieper erin kijken. En dan maar eens kijken of ik het heel leuk ga vinden. Dus van dan over een jaar of 14 zitten we inderdaad. En ook van een hobby, dat ze wat schijnzetter in je broek proberen te maken. Dat is het. Kies nu lokaal en stem op 6. Jouw partij, PPS. Zo doet een lijst duren dat. Oké, okay, goed. Hartelijk dank voor uw komst hier. We wachten het af, hè? 6 maart, oké. Okay.
Ja, daarmee eindigt deze gezamenlijke uitzending van Nova en Den Haag vandaag. Wilt u meer informatie over partijen of verkiezingen? Wilt u de complete peiling nog eens bekijken naar de opkomst? Kan allemaal op www.nederlandkiest.nl. En morgen zijn we er weer. En ook dan.